Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie zegt dat de criminaliteit in het binnenland structureler aangepakt zal worden. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. De bewindsman geeft aan dat er gemengde eenheden van de gewapende machten naar het Snees-Kondri-gebied zullen gaan. Die oplossing zou openen. Natak, eigenlijk school toe moest de zee Alibabaka. Want Ushitaki, de afgelopen tijd, apasi beserveer intensief. Dat zou de man doen. De man begint opereren vanuit Aliba. Dus daar. Afgelopen weekend was een actie, een delegatie gaat dat zien en dat na aanbeveling van Sandendo, we hebben op een post naar Snees Kondrekba, zie Aliba, maar het werd niet gebruikt, dus we moesten met gebruik van elkaar met een renovering voor zien, dat we op het school te zien Aliba bakken. Amoxie zegt dat er samengewerkt zal worden met het ministerie van Defensie bij de acties die uitgevoerd zullen worden in het achterland. Ook het tekort aan voertuigen zal worden aangepakt. Gisteren nog heb ik met de minister van Financiën en Planning afgestemd over deze middelen. Er is een inventarisatie geweest binnen het ministerie bij de korpsen. Dat hebben we binnen. Maar het is sowieso een uitdaging om alle voertuigen alvast aan te schaffen. Dus we gaan met een deal. En ik heb met de minister, mijn collega minister, afgestemd dat we dus gefaseerd de voor wat rollermateriaal, dat we dat gefaseerd gaan aanschaffen. Amoxie zegt dat de renovatie van enkele strafinrichtingen ter hand genomen zal worden. Ook is er een commissie ingesteld die de penitentiaire instellingen onder de loep moet nemen in het kader van mensenrechten.